cycling, thank you. Sneeuwbandjes, dan moet het wel op zich te doen zijn. Nee? Wacht. Dat rijd ik wel zelf. Wij is voor de kachel rijden. Hij ging airconen, dat is een schil brandstof. Als je vol met sneeuw ligt, dan heb je geen airco nodig. Nee. Dus dat scheelt je brandstof sowieso niet. Ja, mevrouw. Dik wil kick in. Ja, hier moet je geen tegenligger hebben. Ja, er zijn allemaal dingen voor. Kijk, ze zijn aan het baderen daar. Hier. Dan hebben ze nog gewoon een water voor, weet, voor de huizen, denk ik. De zwarte leiding. Ja, dat zou ik wel. Ja. Die lekt. Dus dat water spoot eruit. Kijken wat er aan komt. Ik ga al gelijk al aan de kant. Of die persoon gaat aan de kant. Weet je? Ja. Ja. Kijk, hij staat op plekken. Eigenlijk moet je dat, mag je daar niet staan. Nee. Nee? Dan moet je vrij houden voor mensen die dus... Ja, passeert. Ja. Kijk hier, zie je? Schitterende plekjes. Kamperen, mag geen campers in. Nee, op zijn wagen mag je erin komen. Ja. En s'avonds moet je wegwezen. Ja, ja, dat staat op, hè? Allemaal kruiden. Ik denk ook niet dat je met je camper daar of caravan daarheen wilt. Ja, maar er zijn er wel die gewoon heen gaan. Dit soort dingen zie ik in Spanje, dat kennen ze hier naar beneden van de berg. Er is geen plekje. Ik film ook de hele tijd al. Heb je maar een mooie plek dat je hier kunt staan? Nee? Ja. Nou ja, dat is er misschien wel. Maar... Gendarmerie, denk ik. Nou, dat is veranderd. Niet? Ik kan hier niet gesloten zijn. Zal ik ijskoud water hebben? Ja, oké, maar kom wel vers van de ding af, hè? Blijf stromen heen.
Oh, oh jee. Staat er niet lang stil. Nee. In Spanje is het voor mij ook een vervelende vraag. Oh, nooit water, hè? Ja. Dan zetten ze de auto hier natuurlijk neer. Ja, ja. Ja, moet je hem anders neerzetten. Ja, dat ook. Maar goed, als je dan als je daarheen moet komen, dan moet het wel de moeilijker op. Dan moet het de moeilijker op. Ja. Ah, hier is het weer. Schitterend hier. Weet je nog die foto die ik gemaakt heb van die oude Mercedes? Ja. Dat lijkt op dit stuk. Volgens mij is het dit. Kijk hier eens. Goeiedag. Mooie Mercedes. Mooi. Ja, dat is mooi. Ja, oh, ja. Oh, we gaan weer even naar binnen. Ja, ja, maar daar niet. Ja, daar niet. Oh, maar die is oh, ja, die kleur is er nog. Ja, die komt weer. Ja, ja, ja. Nou is het weer een beetje smal. Ik weet niet of het 3 meter is. Oh, dat is zeker voor die rotswand daar misschien. Weet je niet. Marge ingedaan natuurlijk. Ja. Dat het waarschijnlijk wel 3,5 meter is, bijvoorbeeld. Ja. Ik zou wel tot verleden. Nee, maar je moet in de gaten houden. Ja, super short. Kijk, short. Wat is die? Oh ja. Nou, dat is hetzelfde plekje als we kunnen hebben. Maar dat is veel hoger dan 3 meter. Het is wel een beetje smal. Ja, je moet het in de gaten houden. Het is dezelfde weg wat we op de hebben. Het zou best eens kunnen. Kijk jij rechts in de gaten zien? Ja. Zeg, het moet, kijk, het is 3 meter. Dat is een veiligheidsmarge. Snap je? Zie je? Het is veel hoger. Ja. Perfect. Ja, oké. Okay. Ik heb liever dat er staat 4 meter. Dit stuk dat ik dat van de vorige week alweer niet gekomen. Liever veel meer marge heb als dit stukje, hè? Ja, ik heb toch een stukje jongen. Ja, maar dit is voor het mooie te krap. Te krap, ja. Dit is precies dezelfde weg, man. Precies dezelfde weg. Maar een mooie brug.
kijken is belangrijker als rijden. Als filmen, snap je? Dit is die, dit is de brug. Ja, dit is de brug. Dit is het hele traject. Ja, Le Bouchard. Precies daar, ja. Op Richterweg. Ja? Ja, ja, ja. En dit heb je op. Maar de op YouTube te zien op internet. Oh ja, als iemand de Nederlandse stijl had kunnen. Hij kijk naar Mercedes-busjes. Rustig over, houd je geen zenuwen. Dus dat zet de Russers uit aan het vallen hier. Ja, maar is niet weten. Kijk al dat gebruikt. Black salt, black salt. Ja. Je moet zwaar, hè? Black salt. Leg het ding neer, raam open, kop eruit, en tijd. Leg het ding neer, dat is veel belangrijker dan. Ongeveer 20. Ik laat hem hier staan, te meer ruimte. Mm-hmm.
de Abbas. Hoi. Hallo. Tering, Engels. Bellig. Hallo, wat vragen? Wordt het nog erg smal daar of valt mee? Sorry. Nog erg smal daar? Ding is? Is very narrow there of not? Narrow, very narrow? Narrow. How much is it now? To the end? About 30 minutes? 35? Okay, I will manage it, thank you. Okay, thank you. Ding al redelijk gewend. Jawel, maar in principe niet anders. Nog 20, 15 zeg maar. Een stukje van de mensen. Zo, haarspelbocht. Ja,
zie rechts niks. Ja, qua vermogen is het mag niet veel. Dat is een groot probleem. Dat is geen kwam. Inderdaad. Trouwens compleet op die kerel voor. Ja, ik kan wel zeggen ja. Ik weet niet,
Zo, huisje daar zo. Ik heb best Frans, wat doe ik toe? Huisje precies op dat berg daar. Zou je niet kunnen bewonen, jij? Nee, niks van mij. Moet ik elke dag deze bergpas bereiden om voedsel te halen. Voedsel? Dat is een beest. Voedsel. Restaurant. Nee, hier moet je meer terechtkomen. Met deze auto niet, nee. Ja, gewoon de auto. Nee, met Ma niet, nee. Ma moet met de ogen dicht achterin gaan slapen. Zou ik het leuk vinden om nog een keer hier te rijden, alleen dan met mijn eigen auto die wat kleiner is. Dat wil met z'n tweeën moeten. Ik zou je toch gewoon een keer willen rijden, alleen met mijn eigen auto, die dan tegen die tijd waarschijnlijk wat kleiner is. Waar staat die dan? Waar is die garage? Ergens. Ja, dat komt nog wel een keer. Denk het. Nogal logisch met de parcours. Wel een mooi rallyparcours trouwens. Het is alleen wel dat je je partij naar beneden valt als je iets verkeerd doet. Maar dat is een rally gewoon toch? Ja. Ken ik Colin McRae. Al die gevaarlijke ravijnen. Ja. Uiteindelijk overlijdt hij bij het motorrijden. Ja. Maar ze zitten niet echt te wachten op dat soort praten. Is dat wel? Maar denk ik niet. Dus? Klepjes op elkaar. Wat hebben we nog zoeken? 20 centimeter. En waarschijnlijk wat minder daarachter. Ja, die zie ik nog achter. Wat hem voor is. Ruimte zat. Ja. Thank you.
moeten. Ik schrik dat ik geen auto's in kan. Dat is alleen maar gunstig. Ja, wat schitterend. Ik denk van als jij het kan, moet ik het ook kunnen. Nee, dan ziet hij daar niet meer zitten. Dan gaat hij terug. Ah. Dat zou kunnen, hè? Dat zou inderdaad kunnen. Dat betekent dat het ergste voorbij is. Ja, dan zei je daar nog 35 kilometer. Ja.
daarheen, is jouw fout. Ja. Ja, fucking idiot, zei hij. Ja, dat moet een Dat is zeker.
verbrand. Gezakt. Ja, nu voel ik mijn oren een beetje. Dat ik verder moet even stoppen, dus ik ga uitkomen. Gaat hij dan fietsen? Ja. Kuit. Ja. Stenen weg. Mm-hmm. Hier wat goed kan je steentje. Jeep, allemaal steen. Daar is weer steen, hè? Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat je voorbij kunt. Ja. Valt zo. Thank you! Nee, ik ga heel erg poelen. Thank you. Hij is 3,5 nog. Klik op maar 6. 7,5, 4,5, 3,5 zie je. Hey? Doe? Kom maar aan. Ja, is goed.
breekt, is gewoon goed. Ja. Je auto had het gezien, dus we kunnen gelijk een plekje om te stoppen dadelijk. Neem aan van wel. Komt hij wel hier? Dat is wel een plekje. Oh, en dan is het breed, zal hij daar door. Dezelfde weg naar beneden moet. Ik hoop het niet. Mountainbikers, mensen die het warm hebben, enzovoort. Kampeerders. Wind begint fris te worden. Wind begint fris te worden.
Dan is hier koud of zo. Toch? Zeg jij helemaal niks? Oh, dat je wat zei? Was die kerel aan de kant. Oké. Nou, dit is het hoogste punt en dan ga je naar beneden. Dan ben je klaar. Hé? Hey? Dank je. Kom uit. Ik heb dat niet geloven. Dat wil ik niet zien. Wat niet. Nu al gaan naar beneden. Hey, is die gele kent eens? Frans zeker. Zou we ook Nederlands kunnen zijn of Belg? Nee. Is Frans. Frans. Ja. Goed, ga naar beneden. Hey. Tijd ook ze, ja, denk voor mij ook. Ik heb het nu ook zo. Er zijn mensen die nog niet hoog genoeg van, die gaan hier nog omhoog. Snap je? Ja, dat hoeft voor ons niet. Ja, dan moeten we gewoon naar beneden. Gewoon het gemakje naar beneden. Hoep. Nee, is een beetje dicht. Kapot van de rouw. Je weet nooit hoeveel kilometer nog. Nee. Net zag je staan, kilometers die je nog moest doen om daar te komen. Nee? Ja. Ja, om daar te komen. Ja. Voor het eind. Idiot! Fucking idiot! Ja, meneer, sorry. Ik weet niet wat jij nou fout deed hoor, maar... Hij dacht zoiets van, je komt met een fucking dikke camper hier, hoor. Ja, wat doe je hier? What the fuck ben je mee bezig, jongen? Ik had Oh, we zijn er bijna. Ja, nog eens open. Omlopen? Laten we vast koeken. Piep, piep. Oh.
Mm-hmm. Is er ook minder verkeer hier, lijkt het wel. Ja. Maar ik heb best zijn dat een hoop mensen boven komen en dezelfde route weer terugnemen. Dat kan ook. Kan ook, hè? Mm-hmm. Je hebt zoiets van, ik heb genoeg van die enge weggetjes. Ja, die komt op een bepaalde plaats. Dan gaan ze beginnen naar boven, dan komt het zelf plateau. Anders zit je aan de andere kant van de berg misschien. Ja, dat is ook weer zo. Expert. Die berg op met de fietsen. Uitdaging, hè? Nou, nou lustig heb ik meteen onderweg. Ja. Ik zou het niet doen. Nee, dat is maar goed. 1 kilometer en dan terug. Ja. Kijk, dorst en honger. Kom je hier met je scooter? Nou, hier wonen alweer mensen. Die had ik opgeschreven volgens mij. Park de Merk Kantoor. Scherp links afslaan. Als dat park helemaal hierboven is, wel raar, of niet? Hé? Kilometer. Die had ik ontzettend voor mij, man. Ik krijg hem doorsteken. Ja. Nou. Monsieur! Ja, kijk, het is een speciaal gebied om te lopen. Het zit zo'n camper. Ja. Franseus. Spelende kinderen. Ja, hoe is het nou? Ik zie het. Kans op. Zo. Hey. Deze camera is ook kut. Nee. Vol. Nee. Dan. Batterij is bijna leeg. Oh. Oh ja, filmen. Ja. Hier staat een flinke bries. Mhm. Ik voel het. Voor 1 minuut houdt de batterij ermee op. Oh, iets eerder. Vullen. Ik ga op het moment uitvallen nu. Ik kan hem niet vullen, want ik heb geen lader bij.
vond die niet. Nee. Ik heb wel een extra accu bij, dat wel. Oh, dat zei je. Maar sowieso ook qua film is op telefoon beter. Zolang ik niet hoef in te zoomen is mijn telefoon beter. Een watertje. We zitten in Estens. Mercedes kopen? Welke? Oeh, ik zie daar wel een mooie auto staan. Ja. Ik weet niet wat dat is. Het kan zelfs een Renault zijn vanaf hier. Nee, precies. Bovenop, hè? Bovenop. Ik heb het over die auto. Nee, die heb ik niet over. Lekker Renault. Ik weet niet wat het is. Ja, dat is een Renault. Vanaf ver, hè? Vanaf ver lijkt hij echt mooi. Lijkt hij een beetje op een Jaguar Aston Martin, ja, weet je. Achteraan. Vanaf ver... Voor... Van voor is hij toch wat minder. Kut weer spiegelingen. Zo. Ik heb nog geen grotere camper dan boven zien. Nee, dat niet. Avindre, koop hem, man. Chaletje. Lekker. De heuvel. Nou, we slaan. Het zit alsof we slaan. Als we deze zijn, dan gaat het ook zo. Ja, we zijn toch bijna beneden. We zijn al eigenlijk van ver beneden. Wat? Zo in je oren, man. Hoi. Ja, ik voel ze nou ook weer een beetje. Ik word een beetje gedempt. Ja, de camera gaat nog steeds, ook was de batterij 3 minuten geleden al leeg. Ja? Ja. Kijk wel, leeg is leeg. Nou, hij zegt dat hij leeg is. Dan is hij niet leeg. Hij geeft wel de hele tijd een melding dat de batterij leeg is. Dus dat kan hij elk moment uitgaan. Ja, gewoon low battery. Nou, hij geeft echt een melding al. Midden in het beeld. Dus het is echt een beetje op de laatste... Zandvuur. De laatste beetje juice. Ja, een mooie plek om te kamperen. Gaan we filmen? Ja.
bootjes zijn naar beneden. D2202, moet je nooit meer rond. Nooit meer vergeten. Kom. Gaat een beetje. Niet. Nou, we zijn er echt zo voorbij. Ga je parkeren, ga erbij komen. Beetje een pislucht. Pislucht? Beetje Franse wc-lucht. Als het een pislucht is, dan ben je sterven van de dood op. Beetje Franse wc-lucht. Ik hoor niks aan. Ik zie niks. Ik heb er ook. Ze zijn helemaal dicht. Weet je hoe laat het al is? Ja, 5 uur. Ja, bijna wel. Ja. De spoorrijd is zo. Steentje.
Nou, we hebben gehad. It's over. Of jullie boelen. Duurde langer dan ik dacht. Wat? Terug? Nee, de passage. Te lang, hè? Hoepie. Doen we nog een keer? Volgend jaar. Met de motor. Ja, met de motor zou je minder last hebben? Denk het niet. Xenon zijn geweest. Hoe? Misschien was ik wel Xenon. Ja, die balk. Balk? Ja, ja, balk ligt wel. Dat heb ik niet gezien. Mijn oor weer open. Ik slikte eventjes deze blik mijn oor open.
gewoon je overheen rijden. Kappie? Oké. Okay. Open. Ja, dat klopt. Waar?
Duits, het is wel degelijk. Ik zou het niet doen. Nee. Ik geef al een teken, moet je even bij je. Ja, het was een steen, dus. Thank you.
Zo, mijn oren gelijk open. Ja? Ja. Ga ik op de herrie omheen? Ja. Normaal niet. Buiten.
Het was je parkeringspark. Wat is dat dan? Muziekmensen. Ja, ik denk het. Na 300 meter rechts afslaan. Doe je dit van hem? Top 7. 6 staan. Oh, 6 staan. Dus ik. Toch. Waarom staan hier al die motors en auto's al stil, joh? Ja, valt te zien, alleen maar een gaat die speel. Ja, he? En dan verplinkt het erachter van linkerkant. We hebben geen dus van kerel. Kerel, kijk ons echt vies aan. Extra voor ons wat het ook is. Dat is een Nederlander trouwens. Ja. Volgende keer als we een roadtrip doen, neem ik dan een GoPro camera mee. En wat voor beest? Een GoPro camera. Zet je gewoon neer met de zuiger op. Een ezel. Vlak bij die afgrond. Het is gewoon een camera die ineens met een zuignapje. Batterij gaat urenlang mee. Nee, gelijk stroom. Camera, kabel, continu stroom. Ja, dat is een carcam. Ik weet niet, bij een GoPro kan dat volgens mij niet. Die mount je gewoon onder je... dingen daar. Spiegel. Ja. En alles wat je. Alles wat je doet, wanneer je auto start, gaat die al gelijk opnemen. Op de helm zit, man. Ja. Die op de helm zitten, dat zijn GoPro's. Maar ja, dat zit zo'n vol, denk ik. Nee hoor. Die gasten kunnen daar hier. De GoPro kan je echt wel een paar uur achter elkaar filmen. Een paar uur? Dat zijn er maar twee, hè? Ik weet niet hoe lang ze kunnen, ik weet niet hoe lang de batterij mee gaat. Geheugen is het probleem niet, het is echt de batterij. Dan is het gewoon een kwestie van, komt te doen. Maar stel dat ding
dat ding kan bijvoorbeeld 4 uur of 5 uur achter elkaar opnemen. Is in principe voldoende, want... Ja, maar anders zet je het weer over. Maar goed, je moet een reserve accu hebben. Ja. Nee, ik heb gelijk overzetten. Ik heb die andere laden. De ene weer leeg is, hebben die andere weer over. Ja. Plus ze hebben geen scherm, dus dat verbreidt ook niks. Kijk niet uit, ik krijg gelijk uitwisselen. Mm. GoPro's zijn ook compleet waterdicht. We kunnen echt tegen de stoot. Kanten. Wow, kanten. Ventoes, half zeven zegt hij. Het is nu 6:15. Ja, 6:50 bijna. Dus dat plaatsje moet wel bijna zijn. Nee? Dat we ingetoest hebben. Jo? Hij zegt 6:55. Dit is George de Daluis. Wow. George? Dit al uit. Jongens, zit langs. En we zitten op de 2202 nog. Dus kan je die wel zien, George de Daluis? 17 tunnels. 17 tunnels? 17 tunnels. Ja, daar stond er wel een bordje net. Oh, dat zou wel kunnen. Want die ga je hier door die berg heen. Allemaal korte stukjes. Uh-huh. En verwonderd. Nee hoor. Oh, lekker cool. Hier staan ze gewoon te filmen. Hé, hey, staan ze gimpen. Moet die ermee gesprongen zijn? Hey. Misschien. Oh, ja, joh. Oh, ja. Kijk, ja, voor de terughanden weg. Mm-hmm. Ze hebben geen tegenliggers hier. Daarom hebben ze die weg zo gemaakt, tunnels. Oh, ja. Ja, hey, joh, dan kennen ze bungee jumpen, denk ik. Ja. Gelijk. Als eentje ziet springen, gaan we kijken. Misschien mag je meestal doen. Haal je beneden op. Denk je het zelf. Die wel. Ja, want het komt een beetje amateuristisch over hier, dus dan ga ik het niet doen. Schimpen staan er nog boven, die kan je zo aantrekken. Een hele ander soort steen, hè? Ja, dat zie ik. 17 tunnels. En stroom. Dat grijze, ja, wit. Een telefoon. Een andere telefoon. Ouwe. Maar ja, die filmt ietsje minder natuurlijk, hè? Nee? Wat grappig, zo. Ja, ja. We hadden een meter breed mogen zijn. Ja. Dat wel, ja. Kijk, die hebben ze geraakt. Sorry, het geluid staat op de grond. Ja. Zou het? Doe niet vanaf de zijkant van je auto, denk ik wel. Ja. Dit stuk moet zo klaar zijn, want je bent dadelijk in de Ventoux, hoor je dat? Ja, het zijn maar 17 tunnels dus. Wat hebben we al gehad? Een stuk of 3. Het ligt lekker op. Er worden 2 banen erin gelijk. Dat zie je nergens dit keer. Ja, geloof dat ze Frankrijk over is. Ik zie een naampje, oh ja, Nice, ja, richting Nice. Niemand springen hoor. Ik weet niet. Daar hebben we ook niet handig om in te springen. Maar als je een bungee jumpen doe je vanaf een brug en niet vanaf een ravijn. Ja. Allemaal plekken waar je kijkt. Filmopname of foto's te zien. Ja, op die bak daar. En de bank. Oh ja. Wie zit je het veilig om? 3 BMW's 08. BMW's 3? Ja.
langs één auto, maar... Goed dat ze het wit hebben gemaakt. Ja. Ja, dat kan zien. Welk? Grote bus. Denk je niet. Groter dan dit wil je eigenlijk niet. Nee, dat is max. Nou, als ik dit allemaal kan doen, dan... Dan vind jij een hele fiets. Dan, ja, ja, precies. Ja, dat is toch prachtig. Met tijd ook. Ik moet je nog tegenkomen, man. Hallo, ik zeg 52 weken, hè? Dat is alleen maar in de vakantieperiode. Misschien drie maanden per jaar, hè? Ja. Wat je verhuur hierop? Nee, ik weet niet. 12 keer. Zeg dat veel zeggen, dat we zeggen 20.000 euro per jaar. Ja, maar niet zoveel, denk ik. Laten we dat veel zeggen, 20.000 per jaar. Zo
zat hem in een jaar tijd, zat hij eruit aan. Ja, dat zijn 26, nou zeg maar 25.000 euro per jaar, hè? Oké, 4 jaar tijd. 26.000 euro. Zo'n stuw hier beneden. Het leek op een stuw. Dit is een K1200 LT. Ja, daar komen ze. Ziet? Frans. LT. We hebben ook in de BMW. Boxen. Tweede hebben wij wel. Ja. Mooi, hè? Tweede rem ligt zien voor het eerst. Ik ken Noord-China, ze zijn er ook bij. Nee, kijk eens, schitterend. Mm-hmm. We kunnen hem een keer laten spuiten, man. Super kleur. Kost je wel gelijk weer veel geld. Ja, dat is wel mooi. Noem maar even. Porsche. Nee. Oh, dat heb ik wel heel weinig gezien trouwens. Een bijna roze Porsche. Een 9-rinder Porsche. Stolen. Who knows? Hey, hoe is het? Ja. Zo even de lekker bocht aan. Dat luxe waar. Heb je een brug gezien daar? Mhm. Dat is een klein brugje vanuit al 5 minuten geleden of zo. En dit verretje valt reuze mee. Ja. Ja. Ja, dit wel. Bon, we hebben een plaatsje Daluis. Of je die kan vinden. Ik zag eronder staan extra fout. Oh, kijk, man, Toenica komt er ook. Kijk eens, hier op. Nou. Nou, u maakt ook die bochten. Ja. Ja. Je hebt veel ervaring waarschijnlijk. Ja, zeker. Sowieso. Dat is een goede chauffeur die dan hier rijdt. Zo, lekker staan naar boven. Daluis. Village, dus we zitten er zo al tegenaan. D-A-L-U-I-S, we zijn er zelfs alweer uit. 7:15, het is nu 7:30, een kwartiertje moeten we in Desfouk zijn. Hey. Nee, zie je me staan, is misschien te klein. Ja, een kleine plaats. Te klein, kijk hier, Betty. Wat nou? Kijk, ons echt gaar aan. Maar die bus komt ook overheen, hoor. Ja, maar die touringbus komt niet bij die passage. Passage? Ja, maar bij langs de
Nee, maar hier had hij gereden. Ja. Dat wel. Dat kan niet anders. Dus als hij er doorheen komt, moeten wij er zeker doorheen komen. Ja, nou, dat is ook belangrijk. Dan geen gekke dingen tegenkomen. Ja, het is Frankrijk, dus je weet het nooit. Oh, we hoeven er niet overheen. Gelukkig. Nee, je pas je ook nooit overheen. Lopers. Is het lopen bij? Zou je er overheen? Ja, of met een scooter, ik kan er ook overheen. 22.02, schat. Ja, ik vind het lang duren. Maar 6:15 moet ik dat plaatsje al zijn. Oh ja, ik heb een plaatje te luisteren. Oh. Zeg maar net bij. Ja. Nog steeds 2:02. Valhuis zijn we klaar. Op de koot. Oh, hier zegt hij 42.02. Maar goed, dat kan veel verderop zijn. We zijn wel gestopt bij de plaatsje. Dit is topkierweg dit. The Isle of Man. Met een Ferrari hier, hè? Ja. Een 2,5 kilometer lang. Zo, flink hè.
deze staat, daar gaat hij over in de 4202 weg. Dadelijk. Zo te zien bij mij scherp. Stoplicht. Bijna niet af.
Monte-Carlo, Nice, Monaco, Cannes. Wil die heisig zijn? Ja. Wil die schrik wel zien? Doet zwaar in met z'n... Ja. Met Andreas. Niks en niks. Nee. 400 meter rechts afslaan, daarna bestemming bereikt. Op altijd. Een jeep. Whatever. Ja. Met rook. Wat lijkt nou? Komt rook. Mooi ding hoor. Hé? Ja. Heel fijn. Ja, zo kijk. Ja. Indien mogelijk omkeren. Je mag in principe. Oh, je mag het niet inzetten. N-I-C-E. Ja. Dan heb je wel een stukje waar we kennen zijn, oké. Straat maakt niet uit.
mij heeft die, is hij klaar met zoeken. Zeg? Volgens mij is hij klaar met zoeken. Heb je wel een mooi plekje vinden? Mm-hmm. Vind je het ook al prima? Ja. Oh? Zo, waar ik een bocht zat. Hoi. Kijk hier. Zebrapad. Nee? Nou gaat ze. Ja, maar geen, geen uur. Ik weet niet of hier parkeerplaats. Hé, hey, parkeerplaats. Want hier kunnen wij echt niet staan hoor. Nee. Kijk eens, lekker een biertje. Terras. Ja. Mm-hmm. Nee, camperplaats. Oh, kijk eens, ja. Zien we waar campers staan. Motor. Moet wel betalen denk ik. Dat maakt niet uit. Samidi 18 oud. Kun je dat betekenen? Ik heb ook geen idee. Oh, de train komt erop. Ja. Oh, ja. En waar staan die campers dan aan de overkant? Het is niet hier joh. Moeten we dadelijk draaien denk ik. Zie je het, het is niet hier. Of het is hier omheen. Of het is terug eromheen aan die kant op. Ja, anders draaien we dadelijk. Parking, ja, misschien is je wel hier. Mocht hij er niet zijn. Ziet er goed uit. Lekker bij een stadje. Ja. Zo, mijn hand zit gewoon in één strand vast. Ik heb die Amerikaan staan. Ja. Zo, dat ben ik aan. Gendarmerie. Zo, mijn hand zit gewoon in één strand vast bijna. Hé, hey, brandstof. Ja, ook handig. Links zit hij, even kijken wat is, welke hoogte het is. We hebben 310, dus hoog zat. Is een plek, ook belangrijk. 415. Wat is? 415 hoog staat er dus. 415 is hoog zat, hè? Ja. Ja, kontje eraf. Klabam. Dus ik ga zo erin. Oh ja, hier. Gas. Oh ja, toch?